Hallo, wie ben jij? Ik ben Janneke Holman van de PvdA en ik heb een bordje in ontvangst genomen van ons raadslid Lopke Zandstra. Wat vind je ervan dat Lopke nu een plein naar de vernoemd heeft gekregen? Ja, super gaaf natuurlijk, want ze verdienen het gewoon van harte wat ze allemaal voor het klimaatpact heeft gedaan, ook de andere raadsleden. Ja. En dat laat wel echt een beetje de power in de gemeenteraad zien op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Heb je zelf ook kunnen bijdragen aan het klimaatpact? Ja, achter de schermen heb ik als medewerker ook kunnen helpen. Dat was wel heel erg leuk. Dus ik baal er af en toe wel een beetje van dat ik niet iets meer aandacht heb besteed aan de layout. Aangezien het nu overal zo terugkomt, had ik misschien even 10 minuten langer aan moeten besteden. Maar goed, ja. Okay, voor het volgende klimaatpact. Ja, precies. Wat wil de PvdA doen om zoveel mogelijk punten uit het pact in het coalitieakkoord te proberen te krijgen? Nou, ik denk dat het klimaatpact gewoon een van de eerste dingen is die we bij coalitieonderhandelingen op tafel moeten leggen. Want ik neem aan dat er heel veel partijen aan tafel zitten die het sowieso ondertekend hebben. Misschien wij ook, ik hoop het, misschien ook niet. Maar dan kunnen we in ieder geval gewoon zeggen van, nou jongens, hier waren we het allemaal over eens. Nu gaat het alleen nog maar om de details, maar hier is geen discussie meer over. Dus ik denk dat dat wel een fijne manier van werken wordt. Oké, super. Ja. Oké, dankjewel. Fijne middag. Yes. Okay.